Door naar onze themadag. Overleven met kanker. Als je kanker hebt, krijg je in veel gevallen chemotherapie. Meestal moet je dan naar de dagbehandeling en krijg je een infuus waar het geneesmiddel doorheen druppelt. Een van die patiënten in het Maxima Oncologisch Centrum is meneer Raimundo. Onze verslaggever Alice van der Plas, die zoekt hem even op. Ja, wij staan hier op de plek waar mensen hun chemokuur krijgen. Dus hier zie je de oranje stoelen als een spiksplinter nieuw. En wij zijn op zoek naar Enzo, die hier een chemokuur krijgt. Daar is hij al, Enzo Raimundo. En het is een van de laatste keren dat hij hier een chemokuur krijgt. Goedemorgen, meneer Raimundo. Goedemorgen. Hoe voelt u zich? Ja, het gaat nu wel. Maar het moet nog beginnen, hè? Het moet nog beginnen, zegt u? Ja, na 10 minuten lopen het en dan voel ik... Mijn hand warm worden en zo. En mijn lichaam een beetje zo. Is het akelig? Hoor je er ziek van terwijl je hier ligt? Nee, nog niet. Maar het begint meestal bij de dag 3 en 4. Dan word ik wel ziek, ja. Dan is... dan kan ik niet ontlopen. Nee. Dus eigenlijk merk je het pas na een paar dagen? Ja. Dag 1 en 2, dat gaat. Dat gaat goed zelfs. Maar dag 3 en 4, vooral de 4e dag, dan ben ik echt... Echt helemaal ziek en zo. En wat heeft u dan? Wat gebeurt er dan? Ja, misselijkheid en heel veel hoofdpijn. Ja. En dan krijg ik het benauwd en zo. En dan, ja, soms moeilijk met lopen. Ja, dus, dan krijg ik zo van alles wat, ja. En met de pillen innemen, hè, ook chemopillen, die zijn, dat is niet normaal. Je moet er ook pillen bij slikken? Ja, pillen, ja. Moet ik 1500 milligram innemen. 'S morgens en 's avonds. Ja, en dan ben ik echt... Daar word ik echt ziek van. Ja. Dan zult u opgelucht zijn dat het nu een van uw laatste behandelingen is. Hè? Want uw vooruitzichten zijn hartstikke goed. Kanker bij u is weg. Ja. Dan zult u wel opgelucht zijn dat het bijna gedaan is. Ja, dat wel. Ben ik zeker. Is hij zelfs een beetje emotie bij u? Gaat het wel? Ik kom dan op dat moment naar mijn broer zitten denken. Uw broer is overleden aan kanker, hè? Ja. En dan moet u daar zelf ook doorheen? Dat was al van de eerste dag. Ik zeg, ik wil toch iedereen nog zien en zo. En daar heb ik het wel heel moeilijk mee, ook thuis en zo, als ik alleen ben. Als ik dan mijn zuster aan de telefoon heb, kan ik ze zien, dan heb ik ook altijd wel moeilijk mee. Ja. Want die is, ja, dat is mijn zuster en die houdt de hele familie op been. Ja. Ja, dat heeft bij u een flinke impact gehad natuurlijk, bij de familie, bij u. Ja. Want we hebben al zoveel meegemaakt. En daar ben ik bijgekomen. Wat ik niet verwacht had. Want dan denk je, hoe is het mogelijk, hè, dat twee broers binnen dezelfde familie dan op deze manier getroffen worden? Ja. Maar mijn broer is, ja, die is er dan te laat achtergekomen en zo. Maar ik ben er op tijd bij geweest. Bij de dokters en zo. En daar ben ik ook voor gegaan. Ja, dat vind ik toch wel fijn, want ja, ik had niet verwacht. Ik ben nooit ziek of zo, of dat ik iets heb. En dan kom ik daar, ja, dan verschiet ik er wel van. Was dat bij toeval dat ze bij u achterkwamen? Ik ben er, ik had meegedaan aan een landelijk onderzoek. En daar ben ik echt dankbaar, hè, dat ik dat meegemaakt heb. Hè, dat ik verschoot er echt van toen ik bij de dokter was. Ik wou eigenlijk... naar huis te rijden en ik dacht, nee, wat kom ik toch hier doen? En ja, het is... En toen is hij in versnelling gezet, gelukkig. En ja, ik ben ervoor gegaan en ik blijf ervoor gaan. Bent u lang in onzekerheid geweest? Of was bij u meteen al wel duidelijk van, nou, uw vooruitzichten zijn goed? Of heeft u ook lang in die onzekerheid gezeten, dat u niet wist, ja, hoe het met u zou aflopen? Nou, daar heb ik niet zo echt zo bij nagedacht. Ik wel altijd gezegd, ik ga ervoor, hè, en ik wil er ook voor. Ik wil mijn broers niet achterlaten. U heeft nog meer broers? Ja. Stuk of 10. Zo.
Zo? Ja, nee, dat is nogal wat. Ja, dat is één grote, dan denk ik Italiaans, u heet Enzo. Ja, ja, Italiaanse familie, hè. Nee, met z'n velen thuis en zo, ja, dat is wel mooi. Ja. Ups en downs, maar dat is overal, hè. Ja. Ja. Nou, een lach en een traan, zeggen ze dan wel eens, hè? Ja, dat is ook. Nou, dat zie ik nu letterlijk in uw gezicht, een lach en een traan. Dank u wel, Enzo. Ja, graag veel sterkte ermee. Ja, dank u. Ja, en dan hoop ik dat die rotziekte, want dat is kanker natuurlijk gewoon, dat die rotziekte bij Enzo in ieder geval nooit meer terugkomt. En dat zijn familie moet dan ook maar ontzien worden voorlopig, hè? Dat lijkt precies me wel, wat ja. je zegt, Alice. En wat Enzo ook zegt, het meest nare van die kanker is dat je er meestal pas last van krijgt als het een enorm probleem geworden is. De meeste mensen zijn er helemaal niet ziek op het moment dat ze al wel ziek zijn. Dus die landelijke onderzoeken, doe dat mensen. Het is ongelooflijk belangrijk. Vandaag nog meer mooie verhalen uit dat Maxima Oncologisch Centrum in Veldhoven. We besteden er de hele dag uitgebreid aandacht aan.